De tafels en stoelen in de horeca blijven de komende weken leeg. Sinds zondagavond moet de horeca van de regering de deuren sluiten om verdere uitbraak van het coronavirus te voorkomen. Eigenaar Frank van Meegen van de Zoes in Helden moest zijn gasten zondagavond noodgedwongen naar huis sturen. Nou ja, we hadden natuurlijk wel een kleine omzetdaling. Alleen normaal eten er hier ongeveer, of dineren er hier ongeveer tussen de 90 en 100 gasten op een avond. Gisteren hadden we ongeveer 60 reserveringen, dus we zagen afgelopen weekend iets van een terugloop. Alleen het zit evengoed gewoon gevuld. Je hebt natuurlijk toch wel een aantal vaste kosten die betaald moeten worden. Dus dan is iedere euro welkom. En dat was dus afgelopen week zeker het geval. En dan moet in één keer, volgens mij wel om 5:40 bekendgemaakt dat horeca en eetgelegenheden in Nederland om 6:00 dicht moesten. Dus dan had je ongeveer 20 minuten de tijd om alle reserveringen die stonden af te bellen. En alle andere gasten het nieuws te vertellen dat ze eigenlijk zo snel mogelijk onze locatie moesten verlaten. Ja, en dat slaat natuurlijk wel in als een bom. In het centrum van Panningen is het rustig, nu ook de restaurants gesloten zijn. Je merkt het vandaag ook, de horeca is dicht en het is erg rustig in het centrum. Ik hoop dat het hierbij blijft. Dat de winkels gewoon door kunnen draaien en dat de mensen toch wel beseffen dat de situatie toch wel erger is. We moeten elkaar gewoon in de gaten houden. Giana en Jo Vaas moesten zondag ook hun twee zaken in het Panningse centrum sluiten. We hebben van alles proberen te regelen, vergunning aanvragen voor de werktijdverkorting. En hopelijk wordt dat allemaal goedgekeurd. En wat het gaat betekenen, dat zal het uitwijzen. Dus hopelijk gaat de regering meewerken. En krijgen we in ieder geval de lonen terug. Ja, de omzet, ja, die is er gewoon niet. Ja. Dus dat onze eigen lonen worden bevroren. Maar dat geldt voor heel Nederland. Hè? Dus heel Nederland is horeca even dan gewoon heel erg lastig. En de afgelopen 4 jaar hebben wij 4 keer flink geïnvesteerd. Om ervoor te zorgen dat we vooral klaar zijn voor de toekomst. Dat betekent ook wel dat ik een hele jonge ondernemer ben en die liquiditeit gewoon niet super hoog is. Dus ja, indirect heeft het wel gevolgen voor vooral onszelf, ons hele team, maar ook vooral onze toeleveranciers. Maar goed, ik ben ervan overtuigd en ik hoop vooral dat er vanuit de hogere hand daarin wel maatregelen en oplossingen komen. Zodat we toch op langere termijn het hoofd boven water kunnen houden. Want ja goed, mijn grootste prioriteit heeft natuurlijk om, zodra de crisis voorbij zou zijn, om gewoon verder te kunnen. En vooral met hetzelfde team, die altijd goed voor ons zijn geweest. Het zou me wel pijn doen als ik dat soort mensen gedwongen moet ontslaan of mensen moet laten vallen. Ook de gemeenteraad is geraakt door de nieuwe maatregelen van het coronavirus. Voor mijn generatie, wij kunnen ons hier niks bij voorstellen. We hebben nog nooit een crisis meegemaakt van deze omvang. Alleen maar tijden meegemaakt waarin het goed gaat. En dan komt dit toch wel even hard binnen. En dat merk je ook in de samenleving. Niemand weet echt goed hoe die hiermee om moet gaan. En dan is het juist belangrijk dat je het hoofd koel houdt als overheid. En ook gewoon de maatregelen neemt die je moet nemen. Want het is een tijd die nog nooit iemand meegemaakt heeft. Het is natuurlijk met name voor de kleinere, middelgrote ondernemer een ramp wat er op dit moment gebeurt. Of je nou in de horeca een bedrijf hebt of je bent schoenlapper. Het maakt niet uit. Het is voor iedereen even lastig op dit moment. En kijk, iedereen die iedere maand keurig zijn salaris op de bank overgemaakt krijgt, die zal wat moeite hebben met te begrijpen waarom dat voor met name het MKB op dit moment zo'n moeilijke tijd is. Maar daar komt dus gewoon nu niets meer binnen, terwijl de rekeningen wel doorlopen. De VVD-fractie in Pelemaas heeft aan het college gevraagd of het bereid is om op korte termijn renteloos uitstel te verlenen voor de betaling van lokale lasten. Horeca, toerisme, maar ook de agrarische sector bijvoorbeeld, waar het personeel straks niet meer komt. We moeten ook allemaal blijven eten straks. Dat vraagt wel om maatregelen. Die mensen worden zo hard getroffen. En wat we moeten zien te voorkomen is dat dadelijk deze bedrijven allemaal dichtgaan. Als de ziekte voorbij is, dat we dadelijk met lege winkelstraten liggen. Dat moeten we echt absoluut zien te voorkomen. En dus heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college om in ieder geval heel coulant te zijn voor wat betreft de inning van belasting. Voor wat betreft betalingen wat sneller te zijn dan normaal. We zullen zeker ook, als het nodig is, belastinguitstel aan bijvoorbeeld MKB'ers moeten overwegen.
Kijk, een gemeente heeft geld genoeg en het zal me niet in dank afgenomen worden, ik dat zo zeg. Maar we moeten dat geld allemaal een keer uitgeven. Dus natuurlijk, het zou van de zotte zijn als we straks een gezonde samenleving hebben die geen infrastructuur meer, of nauwelijks nog infrastructuur heeft. Hè, die niet meer kan uitgaan, die zijn brood niet meer kan halen, bij wijze van spreken. Dus wij moeten ervoor zorgen dat die ondernemers in de gemeente overeind blijven. En als daar belastinguitstel of belastingkwijtschelding voor nodig is, dan moeten we dat zeker overwegen. Ook als dat onze gemeentelijke begroting zeer zwaar negatief zal treffen. En wellicht zelfs tot negatieve resultaten zal leiden. In de eerste instantie zou je kunnen kijken, verleen uitstel voor de onroerend zaakbelasting, alle gemeentelijke belastingen. In tweede instantie kun je wat ons betreft zeker denken over kwijtschelding, ligt zeker op tafel. Maar ook die ondernemer die opdrachten uitvoert voor de gemeente, kijk nou eens of je zo'n factuur vooruit kunt betalen. Een betalingstermijn van 30 of 60 dagen. Wat nou als die ondernemer vraagt, gemeente, jullie hebben toch voldoende middelen, wij zitten in de problemen, betaal alsjeblieft die rekening na 10 dagen. Dat zijn dingen waar wij het gemeentebestuur voor opgeroepen hebben van, kijk eens naar die ondernemer, help die ondernemer. Het gaat niet alleen om geld, maar die maatregelen, we verwachten heel wat van die mensen. Kijk ook waar je daar vanuit onze positie verstandig mee om kunt gaan. Dus ja, altijd welkom als daar nog ondersteuning komt. De vraag is alleen van ja, op het moment dat er heel veel dingen uitgesteld gaan worden, ja, dan is het ook een beetje uitstel van executie naar mijn idee. Dus ik denk meer ook op langere termijn als dit aanhoudt dat er vooral direct hulp nodig is. En niet zozeer het uitstellen maar van heel veel dingen, want uiteindelijk zal het dan toch afgehandeld moeten worden. Ondernemers hebben er wel zelf voor gekozen of ZZP'ers hebben er zelf voor gekozen? Zeker, ze hebben er zeker zelf voor gekozen. Maar wij hebben er niet voor gekozen om na de crisis zonder MKB te zetten. Dus je moet het ook van twee kanten bekijken. Dus voor ons, voor jou, voor mij, voor iedereen die rondloopt, van groot belang dat het MKB overeind blijft. Anders hebben we een maatschappij die niet meer bruist, die niet meer leeft. En waarin het de moeite ook niet waard is om gezond te zijn, om het allemaal eens heel cru te stellen. Jullie beraden in ieder geval op mogelijkheden om activiteiten op een andere manier voor te zetten. Ja, precies. Ja, ook wij moeten iets, omdat er natuurlijk heel veel vaste lasten zijn, waaronder gewoon het personeel dat betaald moet worden. Ja, goed, daar is natuurlijk wel een regeling voor getroffen, alleen dat dekt het nooit 100%. Plus je hebt het natuurlijk nog over andere kosten. Dus wij zijn aan het kijken of we dat op kunnen vangen door middel bijvoorbeeld van thuisbezorging. En we hebben bijvoorbeeld ook enige tijd geleden een eigen bier op de markt gebracht. Ons Gielke Triepel, dat is vernoemd naar mijn opa. Een triepel vanwege het feit dat we een derde generatie zijn. Nou, daar hebben we bijvoorbeeld best wel een grote voorraad van staan. Mensen moeten toch genieten in het leven. Tenminste, ik hoop dat ze dat vooral blijven doen. Dus stel dat we bijvoorbeeld dat soort flessen in de verkoop kunnen krijgen. Ja goed, dan zal dat direct een stukje liquiditeit opleveren wat normaal onder in een magazijn staat. En wat misschien nu iets meer aan de andere kant nodig is. Ja, we hebben er wel over nagedacht van gaan wij bezorgen. Ook omdat wij pizza's en pasta's hebben. Maar ja, dat is niet ons vak. Het is niet onze topsport. Dus we hebben gezegd van nou, we gaan dat niet doen. We laten het over aan de mensen die dat wel heel goed in zijn. En hopelijk duurt dit maar 3 weken. En wie weet, misschien dat we wel een keer nog iets verzinnen. Maar op dit moment hebben we besloten om echt dicht te zijn. De horecabedrijven blijven net als de scholen en sportclubs de komende 3 weken dicht.